We zijn hier voor een actie aan BRC, omdat de directie van BRC drie mensen heeft buiten gegooid. Waaronder twee delegees. Dat is totaal onaanvaardbaar. Die zijn ook zelfs niet om dwingende redenen ontslagen, maar die zijn gewoon uitbetaald. En we kunnen dat absoluut niet toelaten. Omdat als deze lukt, dan gaat dat in andere bedrijven ook lukken. Dus vandaar dat de derde week op rij is, dat hier actie is. En we hopen dat er snel iets verandert natuurlijk. Totaal is iedereen uit die zijn kop boven een maaiveld uitsteken. En het is een deze. Ja, natuurlijk is dat een principe kwestie. Wij willen eigenlijk van die hele bescherming door middel van geld af. Hè. Je moet gewoon als delegaat beschermd zijn. Hè. Want anders kunnen we toch niet meer opkomen voor anderen. Want het is absoluut niet democratisch, hè, fabriek. Dus verre van, hè. Het is zeer dik te veel. Dus? Nergens aan de telefoon. Hij wilde dat voortdraaien met erop of niks, hè? Niks. Ik wil een beetje aan de telefoon, zeg maar niks. Niks. Nada. Dus wat is er hier gebeurd op, even denken, 13 juni is er een ludieke actie gehouden in kader van slechte CEO-onderhandelingen. Die al een half jaar aanslepen, denk ik, of 4 maanden. Dus daar hebben de mannen een paar auto's op blokken, de wielen eronder houden en op blokken zo van die interne auto's van het bedrijf. Wat die directie altijd maar rondtuft, zo'n soort autootjes. En dan hebben ze die daar niet direct op willen pakken, zo gezegd, omdat je dan, het is een erkende vorm van actie voeren. En wat hebben ze dan gedaan? Hebben ze die mensen, zo gezegd, zouden de portier die dan van wacht was, geïntimideerd hebben, et cetera. Dat zijn allemaal kwartsverhalen, dat is een drogreden. En hebben ze twee delegees ontslagen en een gewone werknemer. Dus dat is een aantasting op de rechten van vakbondsvrijheden, syndicale vrijheden en stakingsrecht uiteindelijk. Actie voeren. Sindsdien zijn wij vanaf 20 juni dat die ontslagen betekend zijn, zijn wij geregeld op basis actie te voeren. We hebben vorige week donderdag een nationale manifestatie gehad hier, dat Rudy de Leeuw, et cetera. En nog een paar van de vakbond wat topmensen. En van de ACV ook kwamen spreken en solidariteit betuigen. En nu hadden we vandaag een actie gepland voor de contractors buiten te houden. Want er is een stop en een shutdown, als dat jullie wat zegt. Dat is een revisie. Hè? Bezig van de fabriek, een kleine stop. Maar ze hebben de contractors al vanaf 4 uur opgeroepen. Dat die vanaf 4 uur al binnen moesten. Dus wij vissen een beetje wat dat dan gaat achter het net. Want dan kunnen we toch niet meer reorganiseren dat gij nog vroeger komt. En de bedoeling is nou gewoon dat wij die poort dicht houden. Vandaag. Althans, toch zeker 's morgens. En dat wij ook niet meer terug gaan opstarten. Dus de raffinaderij die zou normaal van het weekend terug opgestart moeten worden. Maar wij gaan met de productieploegen die niet meer terug opstarten. Om zodoende nog wat economische druk uit te oefenen. De tanks, de aardolietanks, die zitten vol, dus daar ligt redelijk wat kapitaal op dat fabriek. En dan hopen ze op een constructieve dialoog met meneer Mazenhouwer te gaan, dat is de algemeen directeur. Zover dat kan natuurlijk. Op het moment is ze niet erg constructief en nog zeer dreigend. We hebben ook gedreigd voor vandaag met deurwaarders te komen, maar we zien ze nog niet. En het klimaat is sociaal helemaal verziekt, dus dat in het kort, samenvattend. Wat er verder gaat gebeuren, joh. Dat is natuurlijk wat we zeggen. Wij gaan door middel die opstarten gaan we verhinderen door geen minimum bezetting te kunnen garanderen. Dus we gaan niet voltijds staken, maar gewoon af en toe eens een dag staken. Want het opstarten, dat is een procedure. Als je dat eenmaal start, kun je dan niet zomaar zeggen even een dag wachten en weer verder gaan. Hè? Dus op die manier, dan kunnen wij het ook lang volhouden. Dat is nog vragen, moet je maar vragen. Want, Oui, mais elle ne veut pas donner de réaction. Non, je ne sais pas s'il ne veut pas dire.